Welkom bij de Zeeuwse Bakker. Ik ben Bas van Jessen, eigenaar van de Zeeuwse Bakker samen met mijn vrouw Leslie. Wij heten alweer haast 4 jaar de Zeeuwse Bakker. Voorheen was het bakkerij Kokaalders. Dat was natuurlijk een begrip in wijde omgeving. Maar 4 jaar geleden hebben wij de winkel verbouwd en wij wouden toch het concept wat vernieuwen. Meer met streekproducten gaan werken. Nog meer onderscheidend zijn met brood. Wij vonden daar de Zeeuwse Bakker een mooie naam bij, omdat Doorwerth ligt in het Zeeuwbeeksdal. Je hebt hier de Zeeuwbeekse Beek, dus dat vonden wij een mooie naam. En wat aansluit op onze visie om lokaal te werken. We onderscheiden ons veel met aparte broodsoorten. We hadden ook echt op de vloer van de oven bakken. Lang rijstproces. Zoals jullie ook hier zien, veel handmatig. Dus echt ambachtelijk. Wat de supermarkt wel probeert na te streven, wat niet lukt omdat het allemaal machinaal gaat. En daar kunnen de degen niet zo slap gemaakt worden, gedraaid worden. En zoals wij het doen. Lange reistijden, dat moet allemaal in vrij korte tijd. Dus dat is wel een term ambachtelijk wat goed bij ons hoort. Ons houthakkersbrood, het brood dat ik zelf bedacht heb. Is op basis van volkorenmeel, wat verschillende soorten zaden wat erin zit. En ik heb het houthakkersbrood genoemd omdat de blikken een beetje half rond zijn. Wat een beetje lijkt op een boomstam. En wat de mensen dan zelf lekker door kunnen hakken. Dit is ons deze brood wat hier staat te rijzen. Venus oerbrood. Deze meer granen. Dit is Zeeuwbeeks donker. Dit deeg is allemaal al 10 uur geleden gemaakt, dag van tevoren. En dit moet nog 6 uur in de rijskast staan. Want met deze mis duurt het heel lang voordat het gerezen is. Maar daardoor is het wel heel smaakvol.
bevat goede bouwstoffen voor je om lekker te eten. En het is gewoon heel smakelijk brood. Dit brood is voldoende gerezen om nou klaar te gaan maken om voor de oven, om de oven in te gaan schieten. Dit is ons kasteelbrood. Daar zijn we laatst mee bekroond met goud. Vanwege de kwaliteit, smaak. Het is natuurlijk een bijzonder lekker product. Wordt op de vloer van de oven ook gebakken. Veel zaadjes. Er zit wat Renkums bloem in van de molen. We hebben hier ook nog verschillende broden die we voor de horeca bakken. We maken er een snijtje in voor het rustieke uiterlijk. We krijgen wat lekkere korst erdoor. Het ziet er mooi ambachtelijk gescheurd uit je brood. Het brood zit verschillende soorten zaden. Lijnzaad, kamoet, haver, gierst, gerst, lijnzaad. Dat brengt echt een hele specifieke, unieke smaak geeft het aan het brood. Aan de buitenkant zit ook veel havervlokken, sesamzaad, zonnebloempitten. En het brood wordt lekker stevig gebakken op de vloer. Dit is het Silbeekse Meranen. Die hebben we al eigenlijk vanaf het begin in ons assortiment. Het is nog steeds echt een hardloper. Er zitten ook heel veel zaden in. En hier hebben we ons speldbrood. Het is gemaakt van echt zuiver speld. Komt uit Zuid-Duitsland. Speld is eigenlijk de voorloper van de tarwe die we normaal voor het merendeel van onze broodsoorten gebruiken. Ja, speld is gewoon heel voedzaam brood. Het merendeel van onze broodsoorten gebruiken we eigenlijk geen koemelk of lactose voor. Ik probeer zo puur mogelijk te werken. Waar het kan. Dus lokale grondstoffen gebruiken, bloem en meel. Ja, we weten waar het vandaan komt, want we weten wat we op ons brood doen. Laten we bij de Renkumse molen onze eigen tarwe malen. We werken samen met de plaatselijke boerderij, Veld en Beek, biologische boerderij. Die teelt zelf hun roggen. Daar maken we speciaal voor hun het Renkumse roggenbrood van. En het Veld en Beek kruidkoek. Dat is dan echt helemaal gemaakt met hun roggen. En dat is ook weer gemalen op de molen in Renkum. Bij ons gebakken, dus ja, het zijn allemaal mooie korte ketens. De kunst is dat je een mooi rond oliebolletje hebt. Dus de krenten en rozijnen moeten eigenlijk niet te veel aan de buitenkant zitten. Dat behandelen ze, maar dit is een mooi rond bolletje. Mooi gebakken. Dus we zullen eens even kijken de structuur of de krentjes en rozijntjes, appelstukjes mooi gelijkmatig door de oliebol heen verdeeld zitten. Het is een beetje warm, maar de krenten en rozijnen zitten mooi verdeeld over de oliebol. Lekker luchtig bolletje. Thank you.